Welkom bij deze video. Mijn naam is Ralf Hillebrand en in deze video wil ik jullie de mogelijkheden laten zien om bestanden te delen in plaats van ze als bijlage naar iemand toe te sturen. Dat heeft een aantal voordelen en het grootste voordeel is wel dat op het moment dat je hem echt als bijlage toevoegt, dan ontvangt iedereen zijn eigen kopie. Dus zijn er ineens eigenlijk heel veel versies in omloop, wat natuurlijk handig is als mensen hun eigen aantekeningen erop maken. Maar wat veel gebeurt is dat je juist wil dat er wijzigingen worden aangebracht of voorstellen tot wijzigingen worden gedaan. En dan krijg jij ineens van 3 of 4 kanten die wijzigingen binnen en dan moet je die allemaal zelf gaan lopen verwerken. Op het moment dat je het bestand op de juiste manier deelt en goed naar de instellingen kijkt, dan kan dat gewoon in één en hetzelfde bestand. Bijkomend voordeel, we hebben wat minder MB's en uiteindelijk terabytes nodig om alles op te slaan. Hè? Want het gaat over het algemeen maar om een MB of zelfs nog minder. Maar bedenk je even hoeveel mensen in de wereld dit doen en hoe hard het dan gaat met de dataopslag die we nodig hebben. Maar dat is bijkomend voordeel. Deze video maak ik specifiek voor mijn collega's voor de Hogeschool Rotterdam. Dus ik hoop dat het, als je niet bij de hogeschool werkt, deze video ook bruikbaar is. Ik denk het wel, maar het kan zijn dat er een aantal bedrijfsspecifieke instellingen staan. Dus mocht dat zo zijn, dan moet je even navragen bij je eigen IT-afdeling waarom dat anders is of hoe het dan bij jullie werkt. Goed, laten we gaan kijken. Ik zit hier in de mail en je ziet, ik heb al een mail opgesteld. Ik zit hier in een andere account, dus ik kan een lekker mailtje naar mezelf sturen. En op het moment dat ik een bestand toe ga voegen en ik kies een bestand wat al opgeslagen staat op mijn OneDrive, dan zal je ook zien dat hij gelijk vraagt, wil je de koppeling delen of wil je het bijvoegen als kopie? Nou, dat is exact wat hij doet. Ik ga kiezen voor te delen, want dat is wat we willen. En je ziet, hij geeft ook gelijk aan, geadresseerden kunnen weergeven. Dat is dus precies wat hij zegt. Nou, als ik hier ga kijken en ik wil die machtiging wijzigen, dan heb ik in de desktopversie van Outlook eigenlijk niet zo heel veel opties. En dat verbaast mij iedere keer weer. Maar de desktopversie van Outlook is de plek waar eigenlijk de minste opties zitten voor het delen van bestanden. Het enige wat ik hier in kan regelen is wie er kan weergeven of kan bewerken. Dus je ziet het, ik kan een link maken, kan iedereen weergeven. Dus ook als het wordt doorgestuurd, is het voor iedereen zichtbaar. Ik kan het binnen mijn organisatie openzetten, bewerken of weergeven, of alleen de geadresseerden kunnen bewerken of weergeven. En meer opties kan ik in de desktopversie van Outlook niet vinden, of ik heb niet goed genoeg gezocht, of ik kan het niet vinden. Maar zo werkt het in deze. Waar dat dus anders is, is als je het rechtstreeks vanuit je OneDrive deelt. En dat ga ik laten zien. Eerst in Verkenner en later ook in de webversie van OneDrive. Dus ik ben hier in Verkenner. Je ziet, ik zit in mijn OneDrive. Ik ben naar het juiste bestand gegaan. Ik heb hem al geselecteerd. En je ziet hier het delen knopje staan. Je kan uiteraard ook rechte muisknop gebruiken. Dan zie je hier het delen knopje staan. Dus exact hetzelfde knopje doet ook hetzelfde. Nou, je ziet dat hij het bestand wil gaan delen. En ik kan nu op dit moment hier een e-mailadres toevoegen. Dus ik stuur hem uiteraard aan mijzelf. Hoppakee. Ik kan daar ook een bericht aan toevoegen. Dus dit wordt gewoon als mailtje verstuurd. Alleen ik heb hier veel meer mogelijkheden. Want hier wordt gezegd, personen die je opgeeft kunnen weergeven. En ik kan hier zeggen, van, nou, die kan bewerken. Of kan beoordelen. Die optie die hadden we al niet. Hè? Dus kan bewerken, dan kan iemand echt het document ook wijzigen. En kan beoordelen, kan die alleen wijzigingen voorstellen. Dus een keuze die je kan maken. En je hebt hier nog wat meer opties. Instellingen verdelen. En die is heel interessant. Hier gaat het ook weer om wie mag er iets met de koppeling. Nou, je ziet het staan, hoe je het wil. Hier heb je ook weer wat mag iemand doen op het moment dat hij hem binnenkrijgt. En deze is wel interessant. Het downloaden blokkeren. Nou, op het moment dat ik wil dat het bewerkt wordt, dan is die optie er niet. Maar als iemand alleen weergaverechten heeft, dan kan ik zelfs ook het downloaden blokkeren. Dus dan hebben ze ook niet de mogelijkheid om het document te downloaden. Want op het moment dat je die mogelijkheid wel geeft, dan heeft iemand weer een eigen kopie, wat hij wel weer zou kunnen bewerken. Dus dan krijg je eigenlijk een beetje hetzelfde als wat we juist niet willen. Nou, die kan je toepassen. Dan wordt dat ingeregeld. En dat zijn de mogelijkheden die je hier hebt voor het delen. Op deze manier vanuit Verkenner. OneDrive uiteraard in Verkenner.
En op dat moment krijg ik een melding. Hij is gedeeld. En die krijgt daar een mailtje van. Als we nu naar de webversie gaan. Dan zal je zien dat het daar ook eigenlijk allemaal hetzelfde werkt als in Verkenner. Hier zit ik in OneDrive online. En dus ingelogd via office.com. En dan gewoon met je gegevens ingelogd hebben. En op het moment dat ik hier op delen klik. Dan zie je exact hetzelfde venstertje als wat we net al zagen in Verkenner. Dus het werkt ook hetzelfde. En dat geldt ook in de webversie van Outlook. Op het moment dat ik hier een mailtje maak, laat ik het gewoon even snel een nieuwe doen. Want hier zit het wel weer iets anders in elkaar. Dus ik stuur weer even een mailtje aan mezelf. En we gaan hier even een bestand toevoegen. Nou, daar staat hij al. Hoppakee, komt hij. En je ziet hier... Je kan ze ook met een slash invoegen. Hartstikke fijn. Dat hij het bestand als link neerzet. Al gelijk. Het is de koppeling. Dus op het moment dat ik hierin wil werken. Klik ik op de rechter muisknop. En dan krijg je hier de mogelijkheden. Wat we kunnen doen. Dus dat werkt net even anders. Maar je ziet. Hier heb ik weer hetzelfde venster. Als wat ik net had. Dus op die manier. Nogmaals. Voor het delen van bestanden. Dat kan natuurlijk met Word, PowerPoint, Excel. Wat je ook maar wil delen. Waarin gewerkt kan worden. In de desktopversie van Outlook vind ik de mogelijkheden niet zo heel fijn weergegeven. Dat zal vast nog gaan veranderen. Maar op het moment dat je het vanuit OneDrive doet of de webversie van Outlook, dan heb je gewoon alle mogelijkheden tot je beschikking. Nou, mocht je dit nu interessant zijn voor collega's, stuur deze video dan vooral door. En als je voortaan een mailtje wil ontvangen op het moment dat ik een nieuwe tip publiceer, ga dan even naar docent247.nl. Scroll even naar beneden, laat je e-mailadres achter en dan krijg je voortaan gewoon een heel kort mailtje van me. Tot de volgende tip.